Janko de Jonge, vicevoorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. U hebt net gehoord hoe Stefan Larsson, een van de auteurs van het rapport Zorg voor Waarde van de Boston Consulting Group, de medisch specialisten en andere professionals een centrale rol toedicht in het verhogen van de kwaliteit van zorg. Dat moet u goed gedaan hebben. Nou, we zien dat in Nederland medisch specialisten de afgelopen jaren heel veel gedaan hebben in het kader van richtlijnontwikkeling. En dat doen we ook goed. Wat we niet goed doen, is dat blijkt ook uit dit rapport, is dat we niet goed registreren waar we mee bezig zijn. En uit het rapport van de Boston Consultancy Group blijkt dat juist die registraties leiden tot procesverbeteringen en kwaliteitsverbeteringen. En daar hebben we nog een enorme slag te slaan. Ja, want ik begreep, een eeuw geleden liep Nederland voorop. En nu fietsen we net voor de bezemwagen met de kwaliteitsregistratie. De kwaliteitsregistratie op zich is wel goed, maar de processen die nodig zijn om daar lering uit te trekken, daar hebben we nog een slag te slaan. Zoals al eerder aangegeven, de chirurgen zijn goed bezig met registratie van coloncarcinoom. Mammencarcinoom wordt goed geregistreerd. De gynaecologen registreren alles rondom de bevallingen. Dus er is zeker registratie in Nederland, maar centraal registreren en daar lering uittrekken, daar gaat het nu om. Ja, want dat werkt in Zweden dus heel goed. Kennelijk, de registratie op zich is al bijna een impuls om de kwaliteit te verbeteren. En verbeterprojecten en best practices in de schijnwerp te zetten. Ja, op onderdelen, bij verschillende ziekten zie je dat wanneer je goed registreert en elkaar erop aanspreekt en transparant daarin durft te zijn, dan zie je dat de kwaliteit ook verbetert. Dat is te meten. Daarbij zie je dat de kosten omlaag gaan als bijkomend voordeel. En dat is in deze tijd waar de euro voor de zorg maar schaars besteed kan worden, is dat natuurlijk erg belangrijk. En hoe ziet u nu zelf de rol van de individuele specialist, maar ook van de orde? De orde vind ik erg belangrijk als het gaat om het aansturen van dit soort processen, waarbij wetenschappelijke verenigingen de toon moeten zetten, moeten aangeven op welke onderdelen ze die richtlijnen willen vormgeven, hoe ze willen registreren. En wij moeten als Orde van Medisch Specialisten individuele medisch specialisten motiveren om hier aan mee te doen. Want zonder die dokter die registreert, kan het niet voor elkaar komen. En hoe gaat u dat doen? We hebben daar een uitstekend bureau voor. En een collega van mij, Marcel Daniels, die is voorzitter van de Raad Kwaliteit. En die heeft bijna maandelijks gesprekken met wetenschappelijke verenigingen om te kijken of we ook in Nederland dit soort processen vorm kunnen geven. Ja. Nu waren het in Zweden aanvankelijk, zeg maar, bijhobbyende specialisten die dat in hun vrije tijd allemaal gedaan hebben. Verwacht u dat ook dat het in Nederland gaat gebeuren? Ik denk dat we dat in Nederland professioneel moeten aanpakken met ondersteuning van de overheid. De minister heeft aangegeven dat er een kwaliteitsinstituut opgericht gaat worden. Een kwaliteitsinstituut gaat ook bewaken en bevorderen dat dit soort richtlijnen en registraties ontwikkeld gaan worden. En ik denk dat er een gemeenschappelijke taak ligt van de overheid en van de medisch specialisten om daar nu invulling aan te geven. Het wordt hoog tijd dat de medisch specialist ook laat zien dat hij transparant wil zijn en zij transparant wil zijn over wat hij doet. En daar ook iets meer wil doen om te verbeteren. Ja, dus u gaat wel op de zeepkist om uw collega's daarvan te overtuigen dat ze daar een belangrijke rol in moeten spelen? De Orde van Medisch Specialisten staat altijd op de zeepkist. Het Kwaliteitsinstituut in de persoon van Arnold Moerkamp heeft zijn vinger al nadrukkelijk opgestoken om een coördinerende rol te spelen. Vindt u dat een goed idee? Nou, we hebben al een gesprek gehad met Arnold Moerkamp, een constructief gesprek over de invulling van het Kwaliteitsinstituut. En wij gaan daar zeker uitkomen hoe we dat vorm gaan geven.